Op naar Merksem dan, waar kwikspelend in het zwart-geel gastheer was voor AKC Luma. Deze laatste kwam traag op gang in de topliga-competitie, maar stilaan pakte coach De Waalen mayonaise. En zo komt rood en wit stilaan op kruissnelheid. De Leij met de 5 tegen 8. Via Hardies gaan we rusten met een 4-punten kloof, de 8 tegen 12. AKC bouwt de kloof verder uit en gaat via Huibrechts naar een 9-15. Rood en wit is op de afspraak en staat voor een belangrijke januarimaand, waar ze nog het parket op moeten tegen Floriant en Temse, waar ze bij winst zo goed als zeker zijn van een plaats in de kruisfinale, waar Kwik net tegen dezelfde tegenstanders het parket op moet. En zo kunnen zij ook hun kansen gaaf houden bij winst voor een plek in de top 4. Kwik versus AKC Luma met een eindscore van 16-23. Het waren weer twee teams die met gelijke punten staan. En dan is het natuurlijk een vierpuntenwedstrijd. Gezien dat we dan nu ook ruim winnen, beslissen we ook het onderling in ons voordeel. Dus voor ons een hele belangrijke winst. En we wisten dat we hier een goede zaak konden doen. En ja, tegenover de heenronde hebben wij nu 4 punten meer gepakt tegen de tegenstanders. Want tot de heenronde hadden we tegen Voorwaarts en tegen Kwik 0-4. En nu hebben we 4-4, dus toch wel een superbelangrijke winst. Ja. Ja, ik denk dat deze een heel deugdoende overwinning is. Ik denk heel belangrijke punten, hè, voor het klassement. Alles heel dicht bij elkaar, dus ik denk dat deze heel belangrijke punten zijn voor de top 4. Ja. Hoe heb je deze match beleefd? Intens. Ik denk dat het momenteel week na week heel intens is. Het is knokken voor die top 4. Maar ik denk, we hebben het goed als team uitgespeeld. Allemaal de opdrachten goed uitgevoerd. Samen gespeeld, samen verdedigd. Echt als één ploeg. En ik denk dat we heel tevreden mogen zijn. We waren zelf gewoon niet goed genoeg, denk ik. We speelden niet vlot. Slechte passing als het dan wel vlot liep. We waren echt het veld ook te weinig, denk ik. Het was gewoon niet goed genoeg. AKC was beter. En ik denk dat we daar ook de lijn kunnen trekken voor vandaag. Heb je daar nu al een verklaring voor? Ja, zoals ik zei, ons spel is momenteel ver te zoeken. Nick dat dan ook nog eens uitvalt. We lossen dat dan uiteindelijk wel goed op. Onze schutters dat er ook niet allemaal lekker in zitten. Ja, kijk, alles samen, dat maakt het einde van de rekening wel, denk ik. Een onmatch. Het was niet goed. We lagen op alle vlakken onder. We schieten erbarmelijk slecht. We hadden nogthans een plan, we hebben er goed op gewerkt. Maar het is niet echt tot uiting gekomen. Zij hebben heel goed druk gezet op onze juiste mensen en we vonden moeilijke oplossingen. Dus, voilà. Heb je daar nu al een verklaring voor kunnen vinden? Nee, we gaan dat intern moeten bekijken. Het is wel zo dat we eigenlijk korfballen toch nog zeker niet een ongelooflijk sterk seizoen spelen. Ik denk dat de resultaten over het algemeen nog meevalt. Nu, vandaag was het wel belangrijk. Maar we gaan eens moeten kijken hoe dat we dat intern gaan oplossen. Maar, ja, we liggen overal onder druk, we bewegen veel te weinig, we gaan veel te veel in een 1 tegen 1. En daar moeten we mee stoppen, want wij zijn niet echt de ploeg die daar heel scherp in is. Dus dat blijkt vandaag.